Lege stoelen op de plek waar normaal het CDA en de VVD zitten in de raadzaal. Fractievoorzitter Hugo Langenberg van de lokale partijleider Dorp blaast even daarvoor de coalitie op. En vervolgens verlaten boze VVD'ers en CDA'ers demonstratief de zaal. Het is niet zo gezellig op het ogenblik inderdaad. Het is verre van gezellig, kan ik je zeggen. Ja, nou ja, ik vind het echt, het is de ultieme chaos. Is vanavond door de heer Langenberg laten ontstoken eigenlijk. Vertrekkend wethouder Willem Joosten gebruikte harde woorden richting de in Leiderdorp machtige LPL. Ik ben niet gelovig opgevoed. Het enige woord wat mij nog eigenlijk bijstaat is Judas. Onbetrouwbaar en Judas, het waren nogal woorden die u kreeg toebedicht vanavond, hè? Ja. Hoe bent u daaronder? Ik ben erdoor gekwetst en zijn volkomen onterecht. Onterecht of niet, de politieke chaos is een feit. De aanleiding voor de crisis is deze weg in Leiderdorp, die in de toekomst deel moet gaan uitmaken van een ringweg rond Leiden en Leiderdorp. CDA en VVD vinden dat daar best 70 gereden mag worden, zoals eerder ook is afgesproken met Leiden. Maar de LPL steunt de omwonenden van de weg, die 50 hard genoeg vinden. Ik ben verbijsterd, ik had nooit verwacht dat het zo'n wending zou krijgen. Maar ik vind het wel een hele sterke zet van de LPL. Ja, waarom? Ja, ik denk dat hij nu toch wel de gemeenteraad onder druk zet om die 50 te handhaven. Als grootste partij gaat de LPL nu onderhandelen met GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. En die partijen lijken best in zee te willen met de LPL. Komt die weg er nou? Wat mij betreft dus wel, omdat ik zeg, volgens mij hebben we te heftig op elkaar gereageerd. En als we dat gesprek weer met elkaar kunnen gaan voeren, dan denk ik dat we er heel goed uit kunnen komen. Want Leiden heeft nog steeds hetzelfde belang en wij hebben nog steeds dezelfde bereidheid om te helpen dat belang te dienen. En dat belang is uiteindelijk een betere doorstroming van het verkeer bij Leiden en Leiderdorp.